Dus het moet snel, binnen 24 uur. Het moet stil gebeuren, niemand mag het weten. En je moet als het ware maandagochtend wakker worden en je zit in een nieuwe eurozone. Moet Griekenland in de euro blijven? Nee, ik denk niet dat Griekenland in de euro moet blijven. Dus Griekenland moet de euro uit. Niet alleen Griekenland, maar ook andere landen. Maar in ieder geval Griekenland. Want Griekenland heeft gewoon een te zwakke economie voor de euro. En ze kunnen niet concurreren binnen Europa. En dat betekent dat hun situatie nooit beter zal worden zolang ze in de euro blijven. Wat is het voordeel van uit de euro gaan? Nou, het voordeel van uit de euro gaan is eigenlijk tweeërlei. Op de eerste plaats, als ze een eigen munt hebben, kunnen ze devalueren. Dan zijn ze direct weer aantrekkelijker ten opzichte van de andere eurolanden. En het tweede voordeel is dat het dan ook niet nodig is om zulke enorme restrictieve maatregelen te nemen als de Griekse regering nu, noodgedwongen door de EU, moet nemen. En dus die maatregelen die ze nu nemen, die zijn echt ontzettend fnuikend voor de Griekse economie. Het probleem in Europa is dat de kracht van de economieën verschillen te veel. Er zijn gewoon hele sterke economieën, Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk, een beetje België. En er zijn hele zwakke economieën, dat is natuurlijk Griekenland op deze plaats, Portugal, Italië is ook niet al te sterk, Spanje, nou, Frankrijk is eigenlijk ook niet zo heel erg sterk. Dus er zijn landen die eigenlijk niet mee kunnen met de sterke Europese landen. En dat betekent eenvoudigweg dat die sterke landen voortdurend de zwakke landen wegconcurreren. Die zwakke landen hebben binnen de euro eenvoudigweg geen kans om goed economisch te presteren. Is het dan het idee dat meerdere landen uit de euro stappen en voor zichzelf gaan zorgen, of moet er een soort tweedeling komen? Nou, ik zou zelfs voor een driedeling zijn. Dus ik zou zeggen, laten we de sterke landen echt apart houden in een eigen muntunie. Dan doen we de zwakke broeders bij elkaar. Dus Griekenland, Portugal in ieder geval, misschien ook Italië. En dan is er dan nog een middengroep. Daar hoort dan misschien Frankrijk bij, lijkt mij, en Spanje wellicht. Die komen dan in een soort midden-euro. Dus dan krijgen we drie muntunies als het ware in plaats van één zoals nu. En dat zijn dan economieën die wat beter bij elkaar passen dan nu het geval is. Want het past nu dus eenvoudigweg niet bij elkaar. Maar gaat het niet ongelooflijk ingewikkeld worden met drie muntunies? Het gaat ingewikkeld worden om over te gaan, dat ongetwijfeld. Maar als we even overgaan en het is goed afgelopen, hoe dat moet, daar moeten we het natuurlijk even over hebben. Maar als het dan goed afloopt, dan lijkt mij dat heel erg ideaal is. Want dan kunnen die landen in die verschillende unies kunnen beter concurreren. En ook de sterke landen, Nederland, Duitsland, die concurreren ook niet die andere landen weg, omdat de munt vanzelf opgewaardeerd wordt. Gaat het niet tot een enorme kapitaalvlucht leiden als Griekenland uit de euro zou stappen? Nou, als Griekenland uit de euro stapt, en dat wordt bijvoorbeeld een paar weken van tevoren aangekondigd, of een week van tevoren, misschien zelfs een dag van tevoren, dan gaat het inderdaad chaos leiden, omdat mensen daarop gaan anticiperen uiteraard. Hè. Dus met name bijvoorbeeld de mensen die geld hebben op Griekse banken, die gaan het er natuurlijk ogenblikkelijk ervan afhalen. En mensen die allemaal aandelen hebben in Griekenland, halen ook alles weg. Hè. Dus je krijgt een enorm aantal faillissementen van de banken in Griekenland. Maar die trekken natuurlijk banken in andere delen van Europa met zich mee, Frankrijk bijvoorbeeld. Dus dat zal tot een enorme chaos leiden. Daar moet je, als je de euro opbreekt, laten we dus zeggen in drie zones, moet je dat ook ontzettend snel doen. Ik zou zeggen in het weekend en dan het liefst binnen 24 uur. Dus vrijdagavond beginnen en zondagochtend zou het elke klaar moeten zijn. En je moet ervoor zorgen dat mensen het niet weten van tevoren, dat ze ook gedurende de tijd dat die overgang plaatsvindt, dat ze ook helemaal niets kunnen doen. Zodat je, laten we zeggen, op maandag met een schone lei kunt beginnen. Dus het moet snel, binnen 24 uur. Het moet stil gebeuren, niemand mag het weten. En je moet als het ware maandagochtend wakker worden en je zit in een nieuwe eurozone. En hoe haalbaar denk je dat dat is? Nou, binnen de EU zoals het momenteel functioneert, is dat helaas geen haalbare kaart, moet ik zeggen. Omdat besluitvorming gaat natuurlijk veel te traag. Dus het kan nooit in een weekend gebeuren. Ik zie het ook niet gebeuren. Het is ook meer een ideaal beeld wat ik voor ogen heb. Maar binnen de EU zal dat niet gebeuren en zal het dus tot financiële chaos leiden. Maar aan de andere kant, de huidige situatie, moet je niet vergeten, zal ook tot financiële chaos leiden. Want we komen hier eenvoudigweg niet uit.